Ik vind het ook wel leuk, omdat ik ook wel heel veel complimenten heb gekregen over dat het er heel nice uitziet. Dus dat vind ik wel, dat motiveert me wel om verder te gaan. Welkom bij de opleiding Grafische Vormgeving. In deze video gluren we even mee en kijken we wat studenten aan het doen zijn. We beginnen bij eerstejaarsstudenten, maar die zijn bezig met het maken van een moodboard. Wij zijn bezig met het vak onderzoeken en wij zijn een 3D moodboard aan het maken. Het is een beetje de bedoeling om, ik maak iets over duurzame kleding. Het is een beetje vaag, maar omdat met stoffen en met vormen en plaatjes zo goed mogelijk te weergeven. Dat is echt de stijl van duurzame kleding. Wat een vette opdracht, Mila. Gaan wij ondertussen naar docent Pieter, want hij kan ons meer vertellen over wat je gaat leren in het eerste jaar. Ja, de basis van het grafisch vormgeven. Dus je maakt kennis met programma's als Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. En tegelijkertijd leer je ook hoe je een creatief proces aangaat. Dus je hebt eigenlijk nog niks. Je hebt een leeg vel en daar moet een logo op komen. Nou, hoe doe je dat? Een van de grote projecten van het jaar is het Freaky Food Festival. Student Naomi kan ons daar meer over vertellen. Deze periode hebben we een project gekregen over Freaky Food Festival. Dat is eigenlijk gewoon je fantasie mengen met een soort eten. Dus sla, fruit, vlees, elk soort eten. Je mag ook gewoon drankjes doen. Daarvan moesten we een poster maken, een folder en een moving poster. Van een krop sla, een rode kool en een sinaasappel heb ik daarin ogen verwerkt en daaromheen heb ik een vlam gemaakt. Ik heb de vlam laten bewegen en een spooky effect erachter gedaan, zodat het echt het freaky effect geeft. Dat ziet er super creatief uit. Misschien kan student Mila ons iets meer vertellen over waarom ze deze opleiding is gaan doen. Ik ben sowieso altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in creatief bezig zijn. Ja, dat is gewoon mijn passie. En ik heb eigenlijk gewoon besloten na de open dag van dit is gewoon wat ik leuk vind en wat ik wil gaan doen. Wat kan je nou eigenlijk na grafische vormgeving gaan doen? Ja, je kan op een heleboel verschillende plekken terechtkomen. Bij reclamebureaus, je kan bij drukkerijen gaan werken. Dan zit je meer aan de technische kant. Je kan ook voor jezelf beginnen. Dat is wat best wel veel gebeurt. Wat ik van harte stimuleer, want dat is leuk om te doen. Ja, eigenlijk alles waar het grafische vormgeving een beetje aan raakt. Wil je nou meer weten over de opleiding grafische vormgeving of andere opleidingen bij het Grafisch Lyceum? Check dan onze website.